De steeds groter wordende jeugdproblematiek maakt dat het ministerie van AWJ een overleg heeft gehad met andere verantwoordelijke ministers voor de implementatie van het jeugdbeleid. De bedoeling was om inzichten te delen die moeten resulteren in het stroomlijnen van het jeugdbeleid op basis van een geïntegreerde aanpak en coördinatie. Het valt AWJ op dat jongeren steeds meer agressief gedrag vertonen. Daarnaast nemen geweld, criminaliteit, tienerzwangerschappen, slechte schoolprestaties, vroegtijdige schoolverlaters, kindermishandeling en mentale problemen steeds meer toe. Het jeugdbeleid van AWJ is erop gericht deze problemen zoveel als mogelijk weg te werken. In het kader van het bijscholen van het personeel heeft het ministerie van Openbare Werken een 5-daagse cursus brandveilig ontwerpen verzorgd. Afgelopen vrijdag hebben de 15 cursisten hun certificaat in ontvangst genomen. De training was voor het personeel van het directoraat Bouw- en Stedenbouwkundige Werken en ingenieurs- en architectenbureaus en werd verzorgd door Safety Security Academy Suriname. Minister Nur Mohammed zegt dat deze training niet alleen gezien moet worden in het kader van de versterking van het eigen personeel, maar ook in het kader van het verhogen van de eisen in de bouwsector. Het ministerie van LVV heeft vrijdag een informatiesessie betreffende het aanleggen van moestuinen gehouden voor bewoners van het Jakin-project te Wanica B. Tijdens het distribueren van plantmateriaal, onlangs in voornoemd gebied, in verband met het Prani Ujjari-project, benaderden de buurtbewoners de LVV-medewerkers met het verzoek voor de training. Aangezien het een van de doelstellingen van het ministerie is om de samenleving te voorzien van goed plantmateriaal en de nodige informatie hoe dit te onderhouden en voort te zetten, is dit verzoek gelijk ingewilligd.